Maar zou het kunnen, meneer de minister, dat er nog een andere reden is? Want ze dreigt ook met een juridisch gerechtelijk feit door 100.000 euro te vragen als dwangsom als deze vluchtroutes niet worden aangepast. Nu, collega's, met 100.000 euro kunt u in Brussel 100 dagen lang een directeur van de VZW uitbetalen. En misschien is het gewoon uit financieel oogpunt dat deze dwangsom wordt gesteld. Meneer de minister, ik vermoed dat u hier geen antwoord op heeft, maar we kijken dit dossier met argusogen na en we zorgen ervoor dat de belangen van de Vlaming in de Vlaamse rand zullen verdedigd worden. Wens iemand aan te spreken.